Goed. Ja, ja, ja. En binnen de tijd. Olympisch zilver, wereldkampioen nu. Afgelopen week de Super League gewonnen. Dat is bij ons, dat is bij het voetbal, het allerhoogste niveau. Dat is in de hele geschiedenis nog nooit gebeurd. En dat zijn gewoon echt wel hele bijzondere momenten. Sandra, kun je even borstelen? Nou, morgen nog wel. En dan is hij zo goed. En dan moet je afscheid nemen. Kun je dat hebben? Van één kant is het mooiste om op je top afscheid te nemen. Van de andere kant kan ik inderdaad niet hebben, want ik heb net even gelongeerd. En als je ziet hoe fris hij er is, hoe gezond hij is, dan ben je 20 minuten aan het longeren en dan begint hij nog een keer weer te bakken. En zo plezier erin, zo goed. Dus wat dat betreft zou ik nog wel graag door willen. Alleen ja goed, de Olympiade is over 2 jaar. Dat is eigenlijk het enige dat je eventueel van zilver naar goud zou kunnen maken. Ja, en de rest heeft hij allemaal gewonnen, dus voor die andere wedstrijden hoef je dat niet meer te doen. En 2 jaar houden ze hem niet meer in de sport. Dus dan is dit wel een heel mooi moment om dan afscheid te nemen. Je hebt natuurlijk nog Sirocco Blue. Maar hoe vervelend is dit voor jouw stal? Of kom je hier gewoon weer makkelijk overheen met Sirocco? Sirocco is een ongelooflijk goed paard. Misschien nog wel meer kwaliteit dan Boobaloo. Alleen wat Boobaloo heeft gewonnen in zijn leven, dat valt bijna niet te overtreffen. Is er een traan die jij laat om Boobaloo? Ja, ik denk dat ik die wel laat, ja. Maar ik zal wel zorgen dat ik dan alleen ben, dat niemand dat ziet. Maar tuurlijk, ik ken hem nou al zo lang en je bent er iedere dag mee aan het werk. En op duur word je natuurlijk je beste kameraad, om zo maar te zeggen. En hij gaat niet dood of zo. Dus hij krijgt een mooi leven als dekhengst. Wat dat betreft krijgt hij misschien wel heel goed.